Welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal, dames en heren. Mijn naam is Chesso. Vandaag gaan wij weer YouTubers 24 uur iets laten bepalen. Maar vorige keer heb ik ze laten bepalen wat ik 24 uur lang moest eten. Maar vandaag gaan YouTubers dus bepalen wat ik moet drinken. Dus ik heb er super veel zin in. Ik hoop jullie ook en daarom vraag ik nu gelijk eventjes een like achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En ga dan gelijk even naar de reacties toe als je een like hebt achtergelaten om gelijk een nieuwe challenge achter te laten die ik moet doen. Want wie weet kies ik dus de volgende video jouw challenge uit. Dus laat een leuke achter en wie weet ben je dan de volgende keer de gelukkige omdat ik jouw challenge heb uitgekozen. Want deze mensen hebben ook heel vaak achtergelaten dat ik dus ja, YouTubers moest gaan bellen om mijn drinken te bepalen. Dus ja, ik ga even kijken wie er op dit moment actief is en wie ik zou kunnen bellen. En dan gaan wij dus gelijk beginnen met het bellen van de allereerste YouTuber. Dus ik zou zeggen, let's go. We gaan kijken waar ik dus mee moet beginnen met drinken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Kijk, het probleem is dat ik sommige dingen misschien niet in huis heb. Dus wat ik ga doen is, ik ga steeds twee dingen pakken en die moeten ze dus een keuze uit gaan maken. Dus we moeten steeds tussen twee producten een keuze gaan maken. Dus ik ga de koelkast even open doen. En de allereerste keuze moet gemaakt worden tussen Wiki en water. Dus ik ga de water alvast klaarzetten. Voor de Wiki moet ik heel eventjes de camera wegleggen, want daar heb ik even twee handen voor nodig. Kijk, hier hebben we de Wiki ook. Dus we gaan de allereerste YouTuber bellen. En die gaat dus bepalen of ik of water of Wiki moet gaan drinken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop niet dat ze me de hele dag alleen maar water gaan laten drinken, want dat zou heel erg jammer zijn. Maar goed, ik ga mijn telefoon erbij pakken en dan gaan we de allereerste YouTuber bellen. De allereerste YouTuber wordt Santino, want dat is de enige die dus beschikbaar is. Dus hij moet even opnemen. Gaat Santino opnemen, dames en heren? Dat is de vraag van vandaag. Kijk eens aan, daar heb je hem hoor. Fakka maatje. Hoe is het? Ja, lekker met jou? Ja, rustig. Oké, okay, mooi. Hey, je zat lekker buiten, zie ik. Ja, zeker. Nou, het is niet zo lekker weer, zie ik. Ja, wel, denk ik. Oké, mooi. Hey, je moet me even helpen, maat. Ja, ik ga je helpen. YouTubers bepalen vandaag 24 uur wat ik drink. Ja. Dus jij moet even een keuze maken. Ik heb dadelijk twee dingen voor je liggen. En dan moet je even een keuze aanmaken waar ik dus de dag mee mag beginnen met drinken, oké? Oké, ik ga je meenemen. Let op. Ik ga de camera omdraaien. Kijk hoe dat nu werkt. Nee, dit is uit. Oh, wacht. FaceTime is helemaal veranderd door iOS 15. Moet ik met water of moet ik met Wiki gaan beginnen vandaag? Je mag vandaag voor mij beginnen met water. Ik wist het, jongen. Jij bent zo'n hond. Jij gaat ze... Ik zei nog, ik hoop dat mensen niet de hele dag gaan zeggen dat ik gezond moet gaan doen. Ja, wel. Je moet gewoon lekker gezond blijven, Fies. Oké, nou dan ga ik beginnen met water, maat. Dankjewel. Mag ik nog wat zeggen? Ja, je gaat iets met een banaan zeggen. Wat? Ik heb opeens hele slechte verbinding, Santino. Nee. Ja, ik heb opeens slechte verbinding, het spijt me. Dames en heren, ik ga geen bananenshit doen. Echt niet, dan ga ik wel liever dood. Maar we moeten dus beginnen met een flesje water. Oh mijn god. Nou ja, de Wiki kan dus terug, want Santino heeft bepaald dat ik dus water moet drinken. En ik ga niks met banaan drinken, nogmaals, dames en heren. Die shit is niet voor mij gedaan. Maar we moeten dus een flesje water gaan drinken, die ga ik zo meteen meenemen. Maar voordat ik dus ga beginnen met mijn flesje water, ga ik wel even naar de brievenbus lopen. Want als het goed is mijn t-shirt bezorgd die ik wil hebben. Dus ik ga even kijken, want er staat geen bepaalde tijd bij. Dus ik ga even kijken wat er aan de brievenbus ligt. Dat zal wel lekker zijn als het zo is. Maar ja, weet je wat het probleem is? Ik heb dus zelf geen brievenbus sleutel. Dus ik moet zelfs nog wachten op mijn moeder. Maar we gaan eerst even kijken of die erin ligt via de normale ingang van de brievenbus. Dus moeten we even kijken. Ik hoop het wel. Nou, ik kan je vertellen, hij ligt er nog niet in. Maar goed, het is op dit moment kwart over 1. Ik ben deze video ook wat later begonnen. Dus ik heb tot 6 uur de tijd voor mij dat hij bezorgd zou worden. Maar goed, normaal is het om deze tijd altijd al zo. Maar goed, vandaag dus niet. Helaas, even wachten nog. En dan zitten we weer boven, dames en heren. En we gaan beginnen aan het water van Santino. Dus Santino, dankjewel voor het beginnen met het water. Dan gaan we even een paar slokken nemen. Zo, ik had dorst. Bijna de hele halve bakje op. Oh, koud. Oh. Ik ben in ieder geval bij jullie terug als deze weer op is. Want dan kunnen we weer een nieuwe YouTuber bellen om te vragen wat ik dan moet drinken. Dus eerst even snel dit water eens even opatten. Want ik heb redelijk dorst, dus ik ga sowieso binnen een half uur deze weer op hebben. Zo, dit moest even gebeuren, dames en heren. Ik moest echt even deze video afmaken. Maar het is zover. Mijn flesje water heb ik tijdens het edit opgedronken. Er zit nog één mini slokje in, dus die ga ik nu eventjes nemen. Zo, dit flesje water is op. En dat betekent dat we weer een nieuwe YouTuber moeten gaan bellen om te vragen of ik nu wat anders mag gaan drinken. Dus ik ga even kijken wie ik kan bellen en wie beschikbaar is. En dan gaan jullie het ook zien. Dus wij gaan even kijken of wij een nieuw iemand kunnen gaan bellen. Dus let's go. Oké, mensen, ik heb eindelijk weer iemand gevonden die ik kan bellen. En die persoon is Mick. Iedereen is heel druk bezig. Het is ook logisch, het is midden op de dag. Mensen moeten waarschijnlijk ook opnemen. Maar ik ga even naar mijn telefoon toe. Ik ga naar Mick toe. En dan gaan wij Mick dus even FaceTime. Here we go. Alright. Eens kijken of Mick gaat opnemen, dames en heren. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, dus even afwachten. Daar is Mick. En wat niffen, Hans. Lekker. Ja, ook lekker. Hey, ik heb even een vraag aan jou. Je hebt een vraag?
vraagje. YouTubers bepalen vandaag 24 uur wat ik moet drinken, ja? Ja. Oké, je hebt de keuze. Of ik mag een pakje Wiki drinken. Ja. Of ik mag één glas energy drinken. Wat mag ik doen? Ja, voor mij een lekker blikje energy. Ja? Ja. Ah, lekker bro, dankjewel. Heb je nodig in de vroege ochtend. Ja, oké, okay, top. Tot 4 uur 's middags. Ja, dat maakt niet uit. Je moet even energy. Precies, denk maatje. Yo, later. Ik mag energy gaan pakken. Dus dat gaan we dan ook nu maar eventjes doen. Dus op naar beneden, naar de koelkast. En eventjes een glas met energy vullen. Of gewoon een blikje. Ik mocht een blikje van Mick pakken. Let's go. Kijk, ik moet de koelkast weer even open doen, dames en heren. Maar ik heb geen normale energy volgens mij. Ik heb alleen nog maar deze blikken Bang Energy staan. Van de challenge die vrijdag online is gekomen als het goed is. Dus deze gaan we dan gewoon pakken. Want dit telt ook gewoon als energy, zoals je kan zien. Ik weet niet of het staat. Bang Energy Drink. Ja, nogmaals, dit is geen betaalde samenwerking. Dus het is ook geen gratis promotie voor ze. Want ik heb er gewoon voor moeten betalen. Maar Mick, dankjewel. Door jou mag ik energy drinken. Daar ben ik best blij mee. Want Santino hebben me natuurlijk water laten drinken. En daar had ik niet echt zin in. Maar goed, het is op dit moment 3 uur, zoals Mick al zei. Wel later dan normaal, want ik moest vanochtend ook even wat dingetjes regelen. Maar goed, wij gaan dit blik lekker opdrinken. En dan ga ik straks bij het avondeten kijken of ik al wat nieuws te drinken heb. Want misschien niet, want dit is ook voor mij een halve liter. Kan ik dat ergens zien? Hoeveel is dit? 500 milliliter, dames en heren. Hier. Gewoon een halve liter aan energy. Dat is toch bizar? Maar goed, wij gaan deze lekker openmaken. Daar komt die. 3, 2, 1... Zo, hij is open. Lekker. Nou, drink smakelijk, dames en heren. Yes, mensen. Het berichtje waar ik op wacht is eindelijk gekomen. Mijn PostNL pakketje is binnengekregen. Het is via PostNL verzorgd, als het goed is. Ligt in de brievenbus. Maar ja, ik heb geen brievenbussleutel, zoals ik al zei. Mijn moeder is nu trui uitlaten. Dus ik moet even wachten tot mama terug is. Dan heb ik eindelijk het shirtje uit Milaan is hier voor mij binnengekomen. Ik weet nou niet of het via PostNL of DHL is gekomen of wat dan ook. We gaan het in ieder geval meemaken zometeen. Maar het ligt in ieder geval in de brievenbus, want het past daar doorheen. Maar ik had nu liever gehad dat het gewoon door de bel heen ging, zeg maar. Dat iemand de bel klikte en dat ik dan hier open moest doen. Want dan had ik het t-shirtje nu al gehad. Ik heb er heel lang op gewacht, 3 dagen. Dus ik wil hem gewoon graag aandoen. Dus ja, even wachten tot mama terug is. En dan is eindelijk mijn pakketje daar. Dus ja, het is nu 3 uur. Ondertussen nog steeds lekker Bang aan het drinken. Dus dan gaan we. We gaan deze even lekker opslurpen. En dan straks met avondeten hopelijk nieuw drinken pakken. Of ja, misschien toch dit ook skippen. Want een halve liter energy is toch ook weer veel. Maar goed. Even wachten tot mama terug is. Oké, dames en heren. Eventjes één dingetje. Deze energy is op dit moment echt eventjes te veel. Die ga ik echt niet helemaal opdrinken. En ik ga zo meteen eten. Dus wat ik ga doen, is ik ga de energy misschien straks opdrinken. Maar wat we gaan doen, is een nieuwe YouTuber bellen alvast. En de YouTuber gaat zijn Alex Klein. Want ja, ik wil wel de content leuk houden. Ik wil wel veel YouTubers bellen. Dus ik ga Alex even bellen. En dan gaan we even kijken wat Alex zegt. Dus ik ga FaceTime inklikken. Daar komt Alex. Oké, even kijken wat wij van Alex mogen gaan drinken. Dan moet hij nu wel opnemen. Kijk, daar is die! Fuck hem, bro! Ja, alles lekker, man. Met jou? Ja, prima, prima. Oké, luister. Ik doe vandaag dat YouTubers 24 uur lang mijn drinken bepalen. Ben ik YouTuber? Ja, of een TikToker, wat wil je zijn? Alles ben ik vandaag. Alright, nou, wat ga jij bepalen wat ik mag drinken? Drinken? Ja. Alles wat drinken is. Wat zei je? Alles wat drinken is. Alles wat drinken is. Oké, ik heb een idee. Wacht, ik heb een idee. Ik ben benieuwd. Oh, dit is leuk, ja. Oké. Okay. Jij moet naar de snoepwinkel toe. Ja. En je hebt daar altijd van die flesjes en dat zijn een soort spray dingetjes, weet je wel. Oh, ja, ja, ja. Wat lokerzoet is. Ja, ik weet wat je bedoelt. Jij moet die top open draaien en je moet het opbrengen. Ik weet niet of het goed voor je is, dus don't blame me. Alright. Is goed, ik ga naar de snoepwinkel en dan ga ik kijken of ze dat hebben, oké? Okay? Ja. Oké, okay, later maatje, thanks. Yo. Yo. Oh mijn god, dames en heren. Ik moet dus naar de snoepwinkel toe. Oké, het is nu 3:30. Dat is misschien nog wat te halen, denk ik. Ik moet naar de snoepwinkel toe. En dan moet ik dus zo'n spuitflesje gaan halen. Om te kijken en dat dan op te drinken. Oh mijn god, waar de hek ga ik dat halen? Even kijken. Ik denk dat ik dan naar de stad moet rijden. Naar de Yamin om dat te doen. Nou mensen, ik ben terug uit de stad. Ik moest echt haasten, want de Yamin is letterlijk op het moment dat ik bijna aankwam, ging niet dicht. Maar ik hoop dat ik dus het goede gehaald heb. Het ziet er heel apart uit. Alex, ik hoop dat je dit ziet. Ik hoop dat ik het goede gehaald heb, maat. Ik heb geen idee hoe dit gaat werken, man. Hoe ga ik dit openmaken? Oké, zo. Alright, is dit wat het is of niet? Kan ik dit opendraaien nu? Oh, het ruikt heel erg naar bubblegum. Bro, hoe gaat dit open? Nou, we zijn dus terug, dames en heren. Je moest dit dingetje eraf knippen, zoals je kan zien. Nou, we gaan er een slok van nemen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat smaken. Dus er komt die. 3, 2, 1. Oh, het is apart. Oh, ik heb al een hele grote slok tegelijk uitgenomen. What the heck? Dit is zo zoet, jongen. Oh, dit is sowieso. Je krijgt suikerziekte van. Oh, dit is zo bizar zoet. Oh, mijn god. Het is dus bubblegum smaak. Dat staat hier dus op. Ik ga nog een slok nemen. Alex, jij hebt me verslaafd gemaakt, Lins. Oh, het is heel moeilijk uit te drinken. Ik denk dat het ook niet hoort hoe ik het doe. Maar, maakt niet uit. Ik ben dus helemaal naar de stad gereden. Ik was net op tijd.
En het helft van het flesje is al op. Het was wel maar 1 euro bij elkaar. Dus ik heb er hier nog één te staan. Het lijkt ook op hele aparte dingen. Maar daar kom je wel achter als je wat ouder bent. Dus ja, wat ik nu ga doen is eventjes zo meteen eten maken. Of mijn moeder gaat eten maken. En tijdens het eten ga ik dan gewoon nog even deze energy drinken die van Mick mag drinken. Want ja, ik heb anders zoveel drinken hier staan. In ieder geval Alex, en zo naar jou dat ik dit moest halen. Want het is best wel lekker. Alleen ik ga er niet te veel van drinken. En dat hele flesje ga ik sowieso niet opdrinken. Want dan heb ik sowieso echt iets van suikerziekte. En dat wil ik echt totaal niet. Kijk eens aan mensen, mijn eten wordt gemaakt. En met het eten gaan we natuurlijk dit blik energy nog opdrinken. Ik vind het een beetje onnodig om nu een nieuw drinken te gaan pakken. Terwijl het hele blik nog vol zit. Dus ik ga even lekker eten, dames en heren. En dan zoveel mogelijk proberen de blik soldaat te maken. Om te kijken of ik dan vanavond nog wat nieuws kan drinken. Maar een halve liter energy is best veel. Helemaal als ik met de bovenhoofd van die zoete troep heb genomen. Maar goed. Kees, hebben we even lekker eten. Dus eet smakelijk. En ondertussen hopelijk dat blik energy zo goed mogelijk opdrinken. Goedemorgen, dames en heren. Het is de volgende dag. En ja, de 24 uur is bijna om. Maar ik moet jullie even wat bekennen. Want gisteravond moest ik natuurlijk die energy opdrinken. En het is me niet gelukt, dames en heren. Echt niet. Ik heb die energy niet opgekregen. Ik vind het eigenlijk echt niet meer lekker om te drinken. En ik had geen zin om de hele tijd wakker ervan te liggen. Dus gisteravond heb ik simpelweg gewoon niet meer gedronken. Nog wel een paar slokjes energy, maar niet het hele blikje op. Dus ja, zo simpel is het. Deze energy vind ik gewoon niet heel erg lekker. Ik wil in ieder geval wel Mick bedanken voor het uitkiezen ervan. Want ja, het was natuurlijk wel gewoon lekker. Maar goed, ik heb verder dus helemaal niet meer zoveel gedronken. Dus ja, nogmaals. Heb jij een leuke challenge die ik de volgende keer moet laten bepalen door YouTubers? Laat het dan weten in de reacties. En dan gaan we kijken welke challenge ik de volgende keer van jullie ga uitkiezen.